Net als precies 100 jaar geleden, toen het schip compleet nieuw was en voor de eerste keer aankwam, voert vandaag om 12 uur de oude reddingboot Brandaris 2 de haven van Terschelling binnen. Veel details van toen werden nagespeeld. Zo hing bijvoorbeeld de vlag uit op de toren, maar ook op het schip zelf is nog, of eigenlijk weer, veel hetzelfde. We hebben de kleinste details proberen terug te halen. En dat is vrij goed gelukt. Uiteraard kunnen we niet bij de moderne tijd om, want dat is er ook vandaag aan de dag op. Daar kom je niet om. Maar verder is eigenlijk alles traditioneel terug. Net als 100 jaar geleden was er ook veel belangstelling op de kade en stond de burgemeester het schip op te wachten. Zoals je in gemeente aan de wal veel bewondering hebt voor brandweer, politie, ambulancedienst, hebben wij er nog een hulpdienst bij. En dat is de KNRM. En als je hoort wat de verhalen zijn die de mensen vertellen van vaders, grootvaders, overgrootvaders, die dus voorheen met de roeireddingsboot en toen uiteindelijk met deze Brandaris de zee op zijn gegaan. Hoeveel mensen ook bij reddingsacties het leven hebben gelaten, is een onderdeel van onze geschiedenis. Anders dan 100 jaar geleden kwam het schip nu binnen samen met de huidige moderne Terschellingen reddingsboten van de KNRM, de Frans Hogewind en natuurlijk de Arie Visser. We hebben dus onze grote broer, noemen wij hem. Onze grote broer die wij altijd op kunnen roepen en dat zie je nu ook weer. En onze pal 8. Dat gaat hartstikke goed samen en we doen ook leuke oefeningen ermee samen. En zelfs in de ijsperiode hebben we dus voor mogen varen. Ja, dat is geweldig. Ja, dus de mooie samenwerking tussen de huidige nieuwe KNRM-boten en dan die van 100 jaar geleden. En dat is juist de kick die je nu draagt. Dat je dus echt een beetje erbij hoort. Ja, zo kun je het zeggen.